Hetzelfde. We staan bij Vuurwerk Giessen in Hoogkerk. Je kwam er met een hele hoop vuurwerk naar buiten. Vertel. Ja, even goed lossen met Oudjaarsdag. Flink ingeslagen en een mooi feestje van maken. Hoeveel geld heb je nu gekocht? Ruim 300 euro eroverheen. 300 euro? Ja. En hoe gaat het dan Oudjaarsavond? Nou, eerst een mooie brandton voor de deur. En dan alles in één keer de lucht in en dan is het weggeld. Ja, een beetje zonde, maar het is maar één keer in het jaar, is mooi. Koop je alleen hier in de Hoogkerk of heb je meerdere adresjes waar je langs gaat? Wat is het totaal eindbedrag wat je besteedt? Ik ga wel meerdere adresjes bij langs en dan kijk ik vooral naar de aanbiedingen. Hier kom ik meestal de grote boxen weghalen. Bij andere locaties haal ik dan potjes van 10 euro en zo op wat ze daar in de aanbieding hebben. En dan krijg ik een gratis vuurwerk bij. En dan kom je op een heel totaal plaatje, nou ik denk ruim 500 euro. Kan meer zijn, maar dan moeten we even kijken. We hebben het ook niet echt opgeteld. Met hoeveel mensen steek je dat dan af? Een stuk of 4, 5. Heb je wel een avond vullend programma? Het is altijd sneller voorbij dan je denkt. Hoe loopt de verkoop vandaag? Ja, gaat mooi. Het is druk. Het is, iedereen die, is weer vrolijk. Het gaat gewoon super, ja. Gaat er naar wens? Ja, gaat hartstikke naar wens. Het begon allemaal even rustig. Vanmorgen was het niet zo heel druk. En nu merk je iedereen is weer wat wakker. Het is wel aardig laat in de middag, maar het gaat mooi zo. Het gaat echt super. Ja hoor. Verwacht je ook meer omzet te draaien dit jaar? Dat wel. Het weer is gewoon goed. Het wordt ook mooi weer. De voorspellingen zijn goed, dus geen mist, geen regen, sneeuw absoluut niet. Dus we hopen toch dat de mensen wat meer vuurwerk gaan afsteken dan andere jaren. Ja. Is het met oog op veiligheid duur om vuurwerk te verhandelen en op een veilige manier? Wat moet je zo al doen? Nou ja, goed, het wordt wel lastiger als je. Je moet een hoop investeren, dus de bunkers moeten groter, veiliger. En ja. Je moet gewoon meer doen om wat vuurwerk te gaan verkopen. Nou ja, goed, daar gaan we wel in mee. Dat zie je ook in de winkel. Grote collectie, ruime collectie, nieuwe items. Gewoon altijd het nieuwste wat er op vuurwerkgebied te krijgen is. Ja, daar doen wij ons best voor om dat hier nu in de winkel te krijgen. Ja, de mensen vinden het leuk om dat soort dingen te zien en te voelen. Ja. Hoeveel kilo vuurwerk mag je nou op voorraad hebben bij jullie? Wij hebben 3 bunkers. Dus je hebt 2 ton en nog eens een keer 6 ton. Dus 8 ton mogen we hier op voorraad hebben. Ja. Steek je nou zelf ook veel af? Als je na 3 dagen voorbereiding van vuurwerk en zo. Ga je dan zelf ook nog knallen uit je avond? Ja, nee, dat is zeker tuurlijk. Dat doen we sowieso. Dat is het leukste wat er is. Dus dat zie je ook. Meestal om 6 uur beginnen we dan wel. En dan even dat knallen en dan rustig opbouwen naar 12 uur. En dan om 12 uur echt wat grote vuurwerk. Niet zo van, ik krijg geen vuurwerk meer zien. Nee, dat is bij mij echt niet. Dat is gewoon, hier leef ik ook het hele jaar naartoe om toch s'avonds ook vuurwerk af te kunnen steken. Dat is de passie en dat vind ik het mooiste wat er is. Ja, absoluut. Echt de passie? Dat is echt de passie, ja hoor. We hebben gewoon een hele grote collectie en we proberen gewoon de 3 dagen eigenlijk alles op voorraad te houden wat we hebben. Dus dat niet als je komt dat het op is of dat het er niet meer is. We willen gewoon, ja, de prijzen zijn eigenlijk gewoon vrij scherp en dat we het gewoon goed hebben. Ik begreep net van een andere klant, die zei van de cakes hier die zijn super en goed betaalbaar. Ja, nou ja, goed, dan heeft hij het goed verwoord, denk ik. En dat is gewoon niet alleen in de voorverkoop, maar gewoon de hele verkoop hebben we de prijzen en de cakes in het product, ja, gewoon top. Ja, niet te duur en gewoon, ja, goed voor iedereen. Voor elke portemonnee is er wel wat, laat het zo maar zeggen. Fijne jaarwisseling. Jij hetzelfde, Martin. Hartstikke bedankt.